Dan komen we bij IBLV en dan het bibliotheekperspectief. Hoe zien we het als medewerker? We beginnen in dit geval weer bij de aanvraagknop die de klant heeft gevonden. Klikt op de knop, logt lokaal in. Dat zit hier zo niet ingetekend, maar dat zal hij wel doen. En dan start er een IBLV-aanvraag. IBLV gaat dan op dat moment uitzoeken waar is de titel die de klant aanvraagt aanwezig. Is dat provinciaal aanwezig, dan wordt dat provinciaal uitgezet. Is het nou niet provinciaal aanwezig, dan wordt de aanvraag landelijk uitgezet. En dan gebeuren er op dat moment twee dingen, ongeacht waar het aanwezig is. Ten eerste wordt er in het eigen bibliotheeksysteem, dus van de vragende bibliotheek, een reservering gemaakt op naam van de klant met de status aangevraagd, het boek is aangevraagd. En bij de leverende bibliotheek, nou, daar heb ik een rijtje van gemaakt, hij komt bij verschillende bibliotheken tegelijk op de paklijst te staan. Ik kan me voorstellen dat een andere dat die naam van die lijst anders is. Het is de lijst waar de reserveringen op komt te staan. En er komt een eetje van een externe aanvraag op te staan. Kan bij meerdere bibliotheken tegelijk op een lijst komen te staan. Degene die het eerste reageert van die bibliotheken, die stuurt naar IBLV een bericht dat ze het gaan versturen. Dus dan is dat bij IBLV bekend dat het verstuurd gaat worden. Tegelijk worden alle andere bibliotheken geïnformeerd dat het niet meer nodig is. Dus dan wordt hij van die paklijst afgehaald bij die bibliotheken. Ja. En bij de vragende bibliotheek wordt de status geüpdate dat het boek onderweg is. Dus dat het op transport gezet is. En stel ik ben een van die andere bibliotheken. Ik was net zo met mijn paklijst langs de kast aan het lopen. En ik kom terug met dat boek. En dan heeft een andere bibliotheek dat al gepakt. Dan krijg ik dus die melding van hey, het is geannuleerd. Precies, dan zegt jouw bibliotheeksysteem op dat moment. Sorry, er is een andere bibliotheek geweest die het eerder was dan jij. Ja, en hoeft ja, het hoeft niet meer. Het enige wat je dan moet doen is het boek weer terug in de kast zetten. Dat is vervelend. Dat is hetzelfde zoals het gaat met de reserveringen over het algemeen. Daar is datzelfde proces bezig. Daar kan ook een andere collega bibliotheek eerder zijn met leveren. En dan moet je hem weer terug in de kast zetten. Ja. Ik heb wel begrepen dat het, daar kom ik straks bij de evaluatie ook op terug, dat dat relatief vaak gebeurt op dit moment. Dus we zijn met z'n allen vrij snel met leveren, waardoor het vaak ook voorkomt dat je niet degene bent die het eerste reageert. Dat is wat het is op dit moment. Ja. Kom ik straks nog ook wel op terug trouwens. Diezelfde bibliotheek die dat bericht stuurt naar dat zij het boek gaan versturen, dus waar IBLV van geïnformeerd is, krijgt ze uit zijn eigen bibliotheeksysteem ook een bon om het te gaan versturen. En dat kunnen in dit geval twee bonnen zijn. Of het is een provinciale transportbon of een landelijke transportbon. Ja. Op basis van die bonnen ga je het boek op transport zetten. En dan nou, is het grote wachten, want ik heb begrepen ook dat het vrij lang duurt voordat een boek echt arriveert bij de bibliotheek zelf. Dat transport neemt nogal wat tijd in beslag. Er is niks in veranderd in vergelijking met het oude systeem, maar wordt nu duidelijk hoe lang het onderweg is, zeg maar. Daarna komt het aan bij de vragende bibliotheek, dus daar komt hij met het kratje binnen. En dan ga jij je handelingen doen die je moet doen om het boek te ontvangen. Ik heb begrepen uit de verschillende overleggen dat iedereen het op een andere manier doet. De klant ontvangt het, de bibliotheek ontvangt het boek in het systeem. Ze zeggen dat het ingenomen wordt op dit moment of ze lenen het uit aan de klant. De handeling is exact hetzelfde. Ze scannen het boek op dat moment op welke manier dan ook. Maar dat is wat er dan lokaal op dat moment gebeurt. En nee, bij alle bibliotheeksystemen is het dan op dat moment volgens mij zo dat er een mailtje op dat moment naar de klant gaat dat het boek voor je klaar staat. Ik zie eens nog een vraag van Frans. Niet helemaal hierover, maar natuurlijk wel over IBL. Hè. Hij zegt van zoeken via bibliotheek.nl, dat kan wel eens andere zoekresultaten geven van lokaal. Bijvoorbeeld losse liedjes uit het songboek. Dat is dan wel landelijk te vinden, maar niet lokaal. Terwijl lokaal toch dat songboek aanwezig is. Of dit lokaal wordt teruggekoppeld.
Wat er dan gebeurt, wat hier zo gebeurt, is dat binnen bibliotheek.nl, voor zover ik weet hoor, want dit is een klein beetje verder dan dat ik mijn echtere expertise ga. Muziekweb ontsluit haar titels op een heel diep niveau. En alleen die titels, daar zal op songniveau binnen bibliotheek.nl ontsloten zijn. En ik kan me voorstellen dat je datzelfde niveau ook lokaal kan aangaan bieden. Alleen moet je dan met de mensen van NBC of OZP gaan praten om dat op die manier ingericht te krijgen. En het kan zijn dat daar, ja, wij noemen dat de front-end leverancier bij kan helpen. Of erbij betrokken moet worden om dat op die manier ingericht te krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat het gaat over het HKA-systeem van Wise. Dan moet ook misschien HKA aangehaakt worden om de manier zoals de NBC het aanbiedt ook daadwerkelijk te kunnen presenteren in het lokale bibliotheeksysteem. Dus het is een samenwerking met de mensen van NBC bij ons en de leverancier. Ja, oké. Ik zie nog wat vragen over het transport. Hè. Soms, hè, je merkt het al, wij zijn natuurlijk, we hebben het IBAV in huis en heel veel is lokale bibliotheeksystemen. Dus we moeten even kijken wat wij kunnen beantwoorden. En er vraagt iemand naar het verschil in uiterlijk tussen een landelijk of provinciale transportbon. Ik denk dat dat ook door het bibliotheeksysteem wordt De geregeld. bibliotheeksysteem, ja, die presenteert die bonnen, maar ze zien er redelijk hetzelfde uit. Op de landelijke transportbon, dan is het een NOX-bon. Daar staat bij NOX op de een of andere manier. Dus dat is de landelijke transportbon. Alle andere bonnen staat alleen maar, voor zover ik weet, adres van de leverende bibliotheek en adres van de vragende bibliotheek op. Dat is het meest kenmerkende wat mij betreft. Oké. Ik zie nog wat vragen over transport. Kunnen we die nu nog doen of zullen we die even voor het einde bewaren? Ik denk dat het handig is. Ik heb straks nog een aparte plaat over het transport. Komt straks ook nog terug. Dus ik denk dat we die Doen we dan die kunnen even. beantwoorden. Ja, Ja. ja.